Het is bijna een echte oldtimer, trekt overal aandacht op de weg en rijdt maximaal 130 km per uur. Dat is Le Patron, een zelfgebouwde auto op het onderstel van een oude eend. De wagens worden geleverd als bouwpakket door Godfried van den Berg uit het Gelderse Ophemert. Zelfbouwvoertuig is momenteel dé trekpleister op een van de grootste autobeurzen van Europa. Een nostalgische oldtimer uit vervlogen tijden. Voor veel mannen een droom. Helaas ook een dure droom. Maar het kan ook anders. Je neemt een oude eend, haalt de Franse bovenkant ervan af en bouwt je eigen nieuwe oldtimer erop. En dan is het wel betaalbaar. Over het algemeen ben je kwijt tussen 7.000 en 8.000 euro. En daar hebben we uitschieters bij tot 10.000, 12.000 euro. De auto is te koop als een bouwpakket. Zelfs voor mensen met twee linkerhanden is het volgens de verkopers mogelijk de wagen in elkaar te zetten. Ja, sommige klanten zeggen wel het moeilijkste is om de kleur uit te kiezen, want ze hebben keuze uit 200 kleuren. Le Patron, zoals de zelfbouwauto is gedoopt, is inmiddels een succes. Enkele honderden exemplaren rijden er rond. Op een van de grootste autobeurzen van Europa, de Autosalon in Brussel, is de auto op dit moment dé grote hit en krijgt Le Patron veel media-aandacht. We krijgen daar van allerlei kanten, van allerlei fabrikanten krijgen we de felicitaties dat we op de voorpagina staan. Die komen daar van Maserati ons geluk wensen. Dat is ongelooflijk. Maar veel aandacht of niet, het belangrijkste is toch dat de heilige vierwieler rijdt. Dat is gewoon genieten, hè? In de open lucht. Maakt niet uit wat voor weer, hoor. En zo genieten de creatievelingen met volle teugen van hun bouwpakket cabrio. Voor ons is het perfect. Het is geen snelheidsmonster, maar we kunnen redelijk meekomen op de binnenweggetjes.